Nou, dankjewel. Leuk dat wij er zijn. Althans, ik vind het heel leuk om dit te doen. Ik zei tegen jou, doe jij die intro maar, want ik heb dit nog nooit gedaan. We hebben elkaar vanaf afgelopen donderdag ontmoet. En ik denk dat het goed is als jij even begint met je voor te stellen en dan pak ik het haakje weer op. Ja, nou prima. We werden door CoachLink gevraagd om een. Want zij hebben natuurlijk een goede band met alle coaches die onder CoachLink geabonneerd zijn, of ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Dus ze hebben jullie gevraagd van, nou, wat is nou datgene waar jullie nu het meest mee geholpen zouden zijn? En er kwamen een aantal dingen uit naar voren die. Waar wij het in dit webinar dus over gaan hebben. En met name het behouden van klanten tijdens de crisis. Ik ben zelf marketing-expert. Ik word door andere mensen de bekendste copywriter van Nederland genoemd. Een copywriter, dat is een schrijver van commerciële teksten. Dus ik noem copywriting altijd het verkopen met je toetsenbord. Dat is wat ik doe. Ik heb veel experts als klanten. Dus mensen zoals coaches en trainers en dienstverleners. En ik help ze om de bekendste naam in hun markt te worden en om klanten voor het leven te krijgen. Ik heb twee bestsellers geschreven over online marketing. En waar ik mijn klanten mee help is hoe je je expertise kunt verkopen op een schaalbare manier. Dus zonder dat het altijd één op één hoeft. En ook zonder dat het via-via hoeft. Maar echt met een systeem waardoor je altijd klanten krijgt. Waardoor mensen naar jou toe komen in plaats van dat jij achter klanten aan moet jagen. En waardoor, en ik leer ze sinds een tijdje ook. Ik zal trouwens even mijn handen van mijn tafel afhalen, want anders schud ik heel erg, zie ik. Ja, ik En ik zie leer het. ze ook hoe ze hun kennis verkopen in de vorm van producten, zoals boeken, online trainingen, memberships en coachingsprogramma's. Hartstikke mooi, mooie intro. Nou, ik werd geïntroduceerd door de uitgever als topcoach. En dat ben ik ook, want ik coach een hele hoop toppers. Allemaal mensen die goud in zich hebben. Ik heb mijn bedrijf, ik besta net 15 jaar. 5 maart bestond mijn bedrijf 15 jaar. En ik coach directies, managers, professionals, allemaal mensen die in transitie zijn. En ik heb een heilig geloof in het verborgen potentieel dat er ligt in organisaties, maar ook in mensen. En volgens mij gebruiken we veel te weinig. Dus nou ja, vanuit mijn fascinatie voor gedrag van mensen, waarom doen we wat we doen, maar niet altijd wat we willen, ben ik in de coaching gestapt. En het grappige, en dus voor CoachLink denk ik mee achter de schermen over waar hebben wij behoefte aan. En daarvoor put ik uit mijn eigen ervaring. En het gave was, wij spraken elkaar donderdag en aan het eind was even kennismaken. En aan het eind van het gesprek zei jij, Aart-Jan, van joh, ik heb nog een mooie weggever aan het eind van ons webinar. En die zet ik op mijn website. Dus als jij nou hetzelfde doet, dan is dat hartstikke mooi. En ik werd een beetje benauwd, want mijn website is nog uit 2005. En een weggever. My God, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik begon een beetje te hakkelen. En toen zei ik, ik vertelde jou dat. En toen zei je tegen mij, maar je doet dus niks met je website. Ik zei, nee, nou eigenlijk niet. Maar toen zei hij van, goh, maar hoe kom jij dan aan je mailadressen? Ik zei, nou, mailadressen, die geven mijn klanten mij gewoon. Ja, maar hoe kom jij dan aan je mailinglijst? Ik zei, mailinglijst? Ja, doe jij dan geen mailings? Ik zei, nee. En toen vroeg jij mij van, hoe kom je dan aan je klanten? Nou, tot nu toe altijd via via. En toen maakte jij de opmerking van goh, maar dan laat je een heel groot stuk potentieel liggen. En wij gingen daarover, we hadden daarover doorgekletst. En dat was voor mij een nou ja, virtuele schop onder mijn kont. Dus ik ben naar huis gereden en heb in een soort van blinde paniek een vriendinnetje opgebeld van, weet jij iemand die een website kan maken? Want ik moet echt een nieuwe website. Nou, die is En Mooi. een vriendinnetje kende een vriendinnetje, die heeft websites zitten bouwen. Een andere vriendin, die is ontzettend goede fotograaf, dus die heeft prachtige foto's voor me gemaakt. Ik heb En het toen moest gezien. ik, nou dank je, en toen moest ik nog de weggever in elkaar zetten. Nou, kijk eens, hij is er. Dus aan het eind van ons webinar staat er op mijn nieuwe website een weggever. Ja, dat is nog eens doorpakken, Monique. Ik wil heel Ja. even op time-out drukken. Er zijn een paar mensen die geen geluid hebben. Wie ons wel goed kan horen, kan die even een schreeuw geven in de questions. Dus je kunt in het vakje questions van GoToWebinar kun je vragen stellen. Kun je daar even typen als jullie ons goed kunnen horen. Er zijn altijd mensen die geen geluid hebben. Het kan zijn dat je in zo'n webinar soms dat het geluid hapert of dat beeld niet goed werkt. Had Monique net ook, die kwam er bijvoorbeeld net niet in. Ik zei, pak maar gewoon even een andere browser. Dus zij zat in
Chrome en zij is toen naar Safari gegaan en toen kwam ze er probleemloos in. Dus als je, ja, thanks. Ik krijg heel veel meldingen van, nu van mensen die zeggen, ik kan jullie goed horen, thanks. Dus het geluid is goed. Moeten we dat hele verhaal als je, mocht je audio of video problemen krijgen tijdens de sessie, gooi hem gewoon dicht en open hem in een andere browser 10 tegen 1 dat het probleem is opgelost. Maar super mooi van jou om te horen, Monique, dat je meteen in actie kwam en ook direct die website hebt aangepast. Echt fantastisch. Ja, nou ja, en heel eerlijk, als ik... ik heb al, nou, ik denk een jaar of 10 dat ik denk ik moet mijn website aanpassen. Ik heb zelfs verschillende online programma's daarvoor klaar liggen, maar ik heb het niet gedaan. Dus soms heb je even een hobbel te overwinnen. En, ja. En mijn hobbel zat op allerlei gedachten die ik had van, ja, en hoe doe ik dat dan? Nou ja, goed, daar gaan we zo meteen wel over doorpraten. En nou, ik heb me nog even wat over vragen. Ja, want tuurlijk. Ik ben wel benieuwd waarom je dan nu opeens in actie komt. Was dat de pressure van, we zitten straks met 600 man online en dan wil ik niet moeten zeggen dat ik ook nog geen weggever op mijn website heb staan. Was dat het? Nou, ook. Hè? Dus ik zat ook een beetje met mijn ego van, dat gaat me toch niet gebeuren. En aan de andere kant, echt hoor. En ik had altijd zoiets van, ja, wat heb ik dan te vertellen en wat is dan mijn verhaal? Dus het is ook een soort van iets mezelf kleiner maken, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Oké. Okay. Ja. Ik heb al 15 jaar hele leuke klanten die ontzettend blij met me zijn. Ja, die dingen die doen we gewoon, ja. Ja, en dus dat was hem. En ik had ook zoiets van, ja, mijn coachpraktijk, ik moet nu anders gaan denken. Want ja, voordat wij met hele grote teams zijn, ik werk heel graag met management teams en dan gaan we een aantal dagen de hei op. Voordat we dat weer kunnen doen, kan dat nog wel eens even een tijd duren. Dus ik moet ook een andere markt gaan bedienen. En jij zei nog iets over van, joh, maar je laat heel veel dingen liggen. En... er is een hele grote groep die misschien ook wel op jouw informatie zit te wachten. Dus die schop om mijn kont en het ging weer op mijn calling. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat een grotere groep, dat jij een grotere groep bereikt? Want je hebt een groot, goed verhaal. En ik denk dat coaches nu dat ook voelen. Hè? De wereld is aan het veranderen. Wij zitten aan de voorkant van die verandering. Ik denk ook dat we daar een taak in hebben. En dat iedere coach voelt van, ja, het is prachtig als dat de wereld verandert. Het is heel erg wat er gebeurt. Hè? Alle mensen die ziek zijn en als het in je familie raakt, heel heftig. Dus sterkte daarmee. En aan de andere kant gebeuren er nu ook hele mooie dingen. En de wereld zit op ons als veranderaars, transitiemanagers, coaches te wachten. Want dan kunnen we met elkaar die hobbel nemen. Maar hoe zit jij daarin, Aart-Jan, als online marketeer? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd en je kunt, we zijn allemaal ons kapot geschrokken in het begin van die hele coronacrisis en hoe ernstig dat bleek te zijn natuurlijk. Het is heel normaal dat je daardoor even bevriest en jezelf moet herpakken. Zo van, ja, wat ga ik nu opeens dan doen? En oh, mijn klanten zijn aan het afbellen, ik moet wel omzet blijven maken. Dus dat voedt een soort existentiële angst. Het is heel normaal dat je daardoor even in de freak-out mode gaat in het begin. Ja. Maar het is, tegelijkertijd is het ook zo dat wij als ondernemers zijn wij degene die sowieso in goede tijden al de economie draaiend houden. Wij zijn degene met alle ideeën en met die alle belastingen betalen. En wij dragen de economie als ondernemers. En er wordt nu ook gewoon door burgers, ik noem zeg maar alle andere mensen noem ik altijd burgers, wordt gewoon naar ons gekeken. Zo van, ja, hoe gaan we hier weer uitkomen? En dat is iets wat de reden dat er naar ondernemers wordt gekeken, en dus ook naar coaches, zelfstandige coaches wordt gekeken, is dat wij als ondernemers hebben wij drie eigenschappen waardoor ze het van ons verwachten. En we kunnen dat nu ook laten zien. En dat is, we zijn beter in staat om met risico's om te gaan dan burgers. We zijn creatief. En we zijn gewend om initiatief te nemen. En dat is ook precies wat er nu nodig is. Niet alleen straks als de economie weer opstart, maar ook nu. Omdat zeker als je ook nog eens een keer coach bent. Je bent natuurlijk degene die klanten aan het helpen is. En in goede tijden hebben ze hulp nodig. Maar kun je nagaan wat ze nu voor hulp nodig hebben. En dus ja. Dat zou ook meteen mijn eerste tip zijn voor coaches. Om te kijken, om zeg maar, nu je het momentje even gehad hebt van de freak-out mode. Om nu te gaan kijken naar niet van wat heb ik nodig en hoe kom ik aan omzet of hoe behoud ik klanten. Maar om te gaan kijken, wat hebben mijn klanten nu eigenlijk nodig? Dus ja. Hoe zitten zij? Wat is nu voor hun het grootste probleem waar ze mee te maken hebben? Waar ik ze bij kan helpen als coach? En hoe kan ik ze de hand reiken?
En dat zou ik, dat is ook meteen misschien wel mijn allergrootste tip voor coaches, is om nu klanten te gaan helpen. Daarmee bedoel ik niet, ga dingen gratis doen. Of ga Waarom niet? wat je niet zo, nou, je kunt, daar zullen we het zo meteen nog wel over hebben, wat je nu gratis kunt doen voor klanten. Maar er zijn ook coaches of dienstverleners die nu bijvoorbeeld hun dienst opeens gratis gaan aanbieden. Zo van, ja, mensen hebben nu geen geld, dus ik ga het nu maar gratis doen. Ja. En daarmee ben je in feite je status aan het verlagen en zul je straks ook op een andere manier gepercipieerd worden als die crisis voorbij is. En nu ook al, als je wat zegt bedoel van, je ja, ermee? Wat bedoel je met je status verlagen? Mensen zijn heel gevoelig voor status. Dus of we dat nou leuk vinden van onszelf of niet, maar de meeste mensen zijn heel gevoelig voor status. Niemand vindt het leuk om één van de velen te zijn. Niemand vindt het leuk om gezien te worden als heel gewoontjes. We willen allemaal graag speciaal zijn. We willen allemaal graag een hoge status hebben. Zowel met privé dingen of materiële dingen, maar ook in je business, in je markt. Daarmee bedoel ik niet eens dat je allemaal een grote auto zou moeten willen, want ik heb bijvoorbeeld zelf helemaal niks met auto's. Maar ik weet van mezelf dat ik met andere dingen weer statusgevoelig ben. Ik wil graag gezien worden als de expert in mijn markt. En dat is, als je, zeg maar, hoe meer jij jouw status verhoogt in jouw markt, ook als coach, hoe meer het makkelijker is om klanten te behouden, hoe makkelijker het is om klanten te krijgen en hoe makkelijker het is om hoge tarieven te vragen. Als je, weet je, het zeggen wel eens van, it's lonely at the top. Dus als je daar bovenaan staat, en dat klinkt negatief, maar ik vind dat heel lekker als je aan de top staat. Het is juist heel lekker als het daar rustig is, want daar, zeg maar, berg, daar is het fucking druk. Daar is iedereen elkaar aan de keel aan het afsnijden en met tarieven aan het vechten en de ellebogenwerk, en daar wil je helemaal niet zijn. Dus ik vind altijd veel lekkerder om naar de top van die berg te gaan. En dat bedoel ik met status. Ja, want status heeft natuurlijk ook wel vaak een verkeerde associatie van, ik vind het nou ja, een beetje ego gedrag, een beetje buitenkant. En ik denk dat een hele hoop coaches juist totaal niet status gedreven zijn. Dus waarom zou het voor wat jou betreft wel goed, hè, dus dat juist, dat is waar wij mensen op coachen. Van joh, ga naar je authenticiteit, ga in je kracht staan. Maakt niet uit wat andere mensen van je denken. Waarom is het volgens jou wel belangrijk wat andere mensen van jou denken? Status heeft staat niet in de weg van authenticiteit of van mensen kunnen helpen vanuit wie je echt bent. Met status bedoel ik dat je de makkelijkste positie om vanuit te werken is als mensen jou zien als de expert, als de coach op jouw gebied. Dat is een hele fijne positie om in te zitten, omdat ze dan niet de hele tijd aan jou twijfelen of zo overspringen naar een andere coach of afbellen zodra er iets aan de hand is of verwachten dat je hele lage tarieven vraagt. Als jij wordt gezien als de expert in jouw stukje van de markt, dan zul je mensen juist gaan aantrekken in plaats van dat ze van je weggaan. Dus ze komen automatisch op jou af in plaats van dat jij achter ze aan hoeft te gaan. Ja, maar dan heb je natuurlijk wel inhoudelijk ook wel een goed verhaal nodig. Want als je bla bla verkoopt, dan gaan mensen heel makkelijk weer weg. Dus daar begint het mee, ja. Ja, dus hoe zorg je er nou voor dat mensen ook naar je toe komen? Dus dat het ook, ja, he, qua authenticiteit, daar zoek ik een beetje naar. Want anders klinkt het allemaal zo oppervlakkig. En voor coaches heeft marketing een beetje een oppervlakkige, vieze bijsmaak, volgens mij. Goed. Ja, het zijn een paar dingen. Zoals ik het zie, is dat jij als ondernemer, de belangrijkste functie die jij hebt als ondernemer in jouw business, dat is niet om de inhoud van wat jij doet steeds beter te willen maken. Steeds maar weer te blijven, zeg maar, tweaken aan de machine of aan het product die je verkoopt, of aan de coaching die je verkoopt. Op een gegeven moment, als je een goede coach bent, op een gegeven moment is dat goed genoeg. En als je meer omzet wilt maken, of als je überhaupt nu omzet wilt maken, dan kun je wel blijven focussen op van, oh, is mijn coaching wel goed genoeg? Daar waar ook een soort van, ook een soort onzekerheidsreflex, heel natuurlijk, maar niet nodig, hebben we niet meer nodig als we goede coaches zijn. Wat je eigenlijk, de belangrijkste functie die je hebt als ondernemer in jouw business, is de marketing. Dus het verkopen van jouw ding. Want je kunt wel een heel goed restaurant hebben met super gerechten en een fantastische chef-kok, maar als niemand jou kent en niemand komt de deur van je restaurant inlopen met honger en met portemonnee in zijn zak,
dan kun je de tent al sluiten. Dus eigenlijk... de belangrijkste functie die je hebt is marketing en om gewoon zorgen dat jij klanten krijgt. Ja, en daar zit nog wel een laagje dieper onder. Hè, wat mij betreft. Want daarop triggerde je mij ook. Hè, van goh, dan leuk dat je die high-end coaching doet met al die directeuren van je. Maar je hebt een hele hoop kennis in je en een hele hoop te delen, informatie te delen. En die laag daaronder, andere mensen, het bredere publiek, bereik je daar niet mee. En op het moment dat ik er zo naar ga kijken, dus voor mij wel vanuit de inhoud van ja, maar ik heb een hartstikke mooi verhaal dat ik de wereld in wil slingeren. En ik gun dat andere mensen om ook die transities te maken, te groeien, meer in je authenticiteit te komen. Dus je verborgen potentieel naar boven te halen. Dan voelt die voor mij anders dan wanneer ik denk van nou, ik moet denken aan mijn status en ik moet laten zien, of ik moet die mensen met de portemonnee trekken. Nee, coaches willen echt iets bereiken. En ja, daar mag natuurlijk ook voor betaald worden. Want ik moet blijven bestaan, anders kan ik mijn werk niet doen. Zo markeer ik hem, zeg maar. Ja. En dan wordt hij wat gelaagder voor jezelf. Waarom doe je wat je doet? Waarom ben jij eigenlijk je business begonnen, Arjan? Ik ben mijn business begonnen omdat ik ben zelf kind uit een ondernemersfamilie. Dus bij mij thuis waren ze allemaal, en mijn familie zijn het allemaal middenstanders. Dus mensen met winkels. Mijn ouders hadden een decorettenwinkel. Dat is een verf en behang en vloerbedekking en gordijnen hadden ze in Breda. En ik vond het een hele saaie business trouwens. Ik vond echt geen reet aan. En mijn opa was melkboer. Mijn andere opa had een drogisterij. En er was een molenaar in de familie. Allemaal middenstanders. En die werkten zich allemaal kapot. Dus heel veel uren maken, ook s'avonds. Mijn moeder zat altijd s'avonds, ze werkte dus allebei in de winkel. Dat s'avonds, op de telmachine altijd bij ons in de logeerkamer zat ze alle transacties van die dag op te tellen voor de boekhouder van die lange stroken uitgeprent. Ik kan het nog zo horen. En dus ik zag mijn ouders keihard werken en mijn familieleden, ik dacht, ja, dat nooit. Dus dat gaat hem echt niet worden. Ik ga echt niet. En we hadden 2 weken per jaar hadden we zomervakantie. Dat was alle vakantie die we hadden. En ik en mijn ouders helemaal niks kwalijk. Maar ik wilde dat zelf niet. Dus ik ben gaan kijken. Toen ik zelf ging werken, ging ik eerst in loondienst. Daar werd ik diep, diep ongelukkig van. Ik dacht, ja, er zit toch blijkbaar ondernemersbloed in. En toen ben ik eerst gaan freelancen. En dat inhuren, dat was ook net, dat leek ook te veel op werknemer. En ik uiteindelijk ben ik toen terechtgekomen in. Hoe ik een, ik wilde de code kraken om een business te hebben die schaalbaar is. Dus waarbij je zoveel mogelijk mensen kunt helpen. Ik ben zelf trainer en coach van ondernemers. En, waarom wil je ik wil helpen? Ik wil ze helpen om de bekendste naam in hun markt te worden. En om klanten voor het leven te krijgen. Dus om ervoor te zorgen dat ze een supergoeie en warme en interessante relatie hebben met klanten. Waardoor die klanten altijd blijven hangen. En niet bij het eerste de beste zuchtje wind of crisis weg zijn. Maar die echt een duurzame relatie met klanten. En waarbij ik me niet kapot hoef te werken. Dus ik heb geen zin. Ik heb 2 pubers van 14 en 16. En nou, die wil ik wel regelmatig zien. Ik heb altijd gezegd dat zij mij veel minder willen zien dan ik hun wil zien. Maar ze wisselt natuurlijk. Leuke leeftijd. Maar ik vind dat wel belangrijk. En ik wil dus niet. Altijd in een kantoor of in een winkel zitten. Ik werk gewoon s'avonds nooit, ik werk in het weekend nooit. Dus eigenlijk een van jouw advice was, ik wil gewoon niet te hard werken en ik zoek een andere manier. Ja, dat is een andere manier. De vorm en aan de andere kant, ja, en aan de andere kant hoor ik jou ook zeggen van, ja, maar ik wil echt mensen helpen om duurzame relaties te bouwen, zodat ze bij zich blijven. Dus daarom ben je toch. Ja. Hey, als je nou kijkt, hè, want als coaches, voor mij was het voor het eerst dat ik erover na ging denken van, maar wat schrijf je dan en hoe schrijf je dan? Heb je wat handige tips? Want nou ja, hoe kom je nou die hobbel over? Wat moeten we doen, Arjan, om toch die online wereld in te gaan? Nou, een van de dingen die altijd belangrijk zijn en nu nog belangrijker zijn, dat is dat je in contact blijft met jouw klanten, met jouw coachees. Dus dat je, heel veel mensen, je kunt nu heel goed de reflex hebben zo van, nou ja, dit is nu zo extreem, ik wacht wel, ik ga het uitzitten. Weet je, ik ga gewoon wel stokken gooien met de hond in het bos. En ik hoop dat dat ik snel weer aan het werk kan. Ja. Dat is een manier, nou, we hebben al gemerkt dat dat niet echt werkt. Dit duurt gewoon te lang. Het kan ook zijn dat je
in paniek raakt of dat je er bang van wordt. Maar wat nu eigenlijk nodig is, is dat jij de klant aan het helpen bent. Het is ook niet gek dat je nu zelf die angst voelt van holy nee, fuck. Ik vind het heel eng. Ik vind het heel eng. Ja, ook eng. Ja. Maar ondertussen ben ik ook ondernemer en ik wil mijn klanten blijven helpen hier doorheen. Dus ik zorg ook dat ik op het paard blijf zitten, in het zadel blijf zitten. En nu nog meer mijn hand uitsteken richting mijn klant om ze te helpen. En een van de manieren is dus door heel vaak in de lucht te komen. Laat merken dat je er bent. Laat merken dat je ze wilt helpen. En mijn eigen favoriete manier, maar jij hebt ook iets heel slims gedaan. En dat moet je echt zo meteen ook even vertellen. Mijn eigen favoriete manier is e-mail. Ik heb zelf de gewoonte om mijn klanten en mijn prospects dagelijks te e-mailen. Dus er gaat gewoon elke dag een e-mail uit. Ik ga 's morgens altijd om 6:30 sta ik op. Eerst wat ik doe is de hond brokken geven en groene thee maken. Voor mij, niet voor de hond. En om dan die e-mail te schrijven. Dus ik schrijf altijd een e-mail aan mijn klant. Een marketing e-mail. Waarin ik een aanbod doe. Elke dag. Door de weekse dag. En klanten vinden het fantastisch dat ik dat doe. Maar elke dag is dat nog een mail. Wat zeg je? Is dat niet een beetje veel elke dag? Word je dan niet zo'n soort van stalker? Dat zou je kunnen zeggen. Hè? Dan zou je zeggen, ja hallo, marketing elke dag. Ben je wel goed bij je hoofd, joh. Ik ga toch niet mijn klanten spammen. Zou ik een hele logische reactie vinden als je dat nu denkt. Of als je denkt, van ja, dat ga ik dus echt niet doen. Want ik wil mijn mensen niet lastigvallen. Nou, ik heb dit, toen ik dit 3 maanden... Ik zal zo meteen vertellen waarom klanten dit niet ervaren als lastigvallen. Toen ik dit 3 maanden deed, heb ik een mail gestuurd naar mijn klanten. Van, nou, ik doe dit nu 3 maanden, jullie elke dag mailen. Vinden jullie er eigenlijk van? Moet ik het blijven doen? Wat vinden jullie van? Nou, toen kreeg ik tientallen reacties van mensen die zeiden dat ze het hartstikke leuk vonden. Ik heb mijn koffietijd verplaatst van 10 naar 11 uur. En ik stuur om 11 uur altijd die mail. Jij bent de enige verkoper van wie ik elke mail open. De meeste mails blijven ongeopend, maar die van jou lees ik altijd even. Dat soort reacties kreeg ik letterlijk. Laatst kreeg ik nog een mail van, wat zeg je? Waarom vinden ze jouw mails dan zo mooi en leuk om te lezen? Wacht even, suspense, hè, daar kom ik zo op. Er was laatst iemand, dat was mijn favoriete reactie alle tijden, die zei, nou, jouw mail, ik vond het een geweldige mail, en hij deed me meer dan de toespraak van de koning en de minister-president. Kijk, dat is natuurlijk ook voor mij een streling van mijn ego. Hij vond een fantastische reactie. Daarmee liet hij dus zien dat hij er echt wat aan had gehad. En de reden dat ik marketing-mails stuur die niet worden gepercipieerd als marketing-e-mails, want ik heb net zoals iedereen waarschijnlijk een schurfthekel aan marketing, waardoor je marketing bullshit radar gaat piepen. Dus die meteen herkenbaar is als marketing. Waardoor je meteen denkt van, ze willen ons wat verkopen. Het is heel plat en het is heel saai en het kan heel storend zijn. En dat is ook de reden dat sommige mensen associatie hebben van e-mail met spam. Is dat er bedrijven zijn die dus echt altijd heel commercieel overkomen in hun mails. En dat is helemaal niet waar ik het hier over heb. De mails dus die ik zelf stuur, ja? Dus eigenlijk zeg je, en dat helpt mij ook wel, van joh, nou, voor mij zou het helpen als ik zou denken, als ik mijn mensen, mijn publiek een cadeautje geef, is het heel wat anders dan, joh, dit is een salesmail en ik ga mijn klanten lastigvallen. Het ene blokkeert me enorm en daardoor kom ik niet in beweging en een cadeautje geven wel. Ik heb sinds kort dat ik dacht van, ik moet dat meer online doen, dus dan was ik in de privé settingen Instagram en Facebook en ik heb niet zo heel veel volgers daarop, maar ik maak nu elke dag een berichtje met een positieve gedachte in deze donkere tijden en dan hang ik een muziekje aan, een mooie foto en ik wil gewoon een beetje positiviteit de wereld inslingeren. Mooi. En het andere wat jij zei net van, goh, wat doe jij dan? Want het online, ik voel wel het verlangen om dat te doen, maar ik heb allerlei hobbels die jij net ook al even aanraakt. Van, oh, dan moet ik elke dag schrijven. En terwijl ik schrijf hartstikke leuk vind. Dus eigenlijk ben ik gewoon mijn eigen beperking. Een beetje verklet. Maar wat ik wel leuk vind, en dat heb ik onlangs gedaan, is met mensen in gesprek gaan. Dus mijn tip voor iedereen die nu zit te kijken. Ja, dat is briljant. Ja. Bel gewoon je leukste klant op. En vraag hoe het met ze gaat. En aan de ene kant zet je jezelf weer even op de kaart. Maar je hebt gewoon weer even lekker contact. En wat ik merkte, was dat een heleboel klanten zei, oh, wat fijn dat je belt. En jeetje, wat een gekke tijd. En ik ben druk met de kinderen en de hond. En ondertussen moet ik ook nog werken. En ik loop eigenlijk tegen mijn eigen patronen aan. Wat wij als coaches wel kennen. Hè? Dat als je onder druk staat, dan ga je gewoon zo weer huppakee je oude patroon in. Dus
toen zeiden ze gelijk tegen mij van joh, laten we een afspraak maken. En toen vroegen ze mij, doe je online coaching? Ik zo, nee, maar ik heb wel mijn eerste dingen nu gedaan via FaceTime. En, en ik zit nu op Zoom. Hè, dus als het om met meer mensen gaat, dan doe ik via Zoom. En ze hartstikke gaaf. Dus en ik kan die gesprekken, hè, die eerste belletjes natuurlijk niet. Dat is mijn acquisitie. Maar de rest kan ik gewoon in rekening brengen. Dus nou, voor mij was dat om op die manier over de hoek te gaan. Maar goed, ja, het is dus super slim. Ja. Ja, dat en jij, gewoon, je komt gewoon in de lucht. Ja. Ja, contact houden. Volgens mij is dat wat nu belangrijk is. Je zit zelf misschien in dip. Nou, als je jezelf eruit weet te toveren, dan kan je dat bij je klanten ook. En, dat is wat nu verwacht wordt, van zeker van een goede coach. Dat hij niet inderdaad met dit voelt en daarin blijft hangen. Maar zijn hand uit gaat steken en klanten blijft helpen, juist nu. Ja, ze hebben je nodig. Ze hebben je nodig. En ik vind het briljant wat jij deed met het gewoon gaan bellen van je leukste klanten. Want je kunt, ten eerste wordt dat gewaardeerd omdat jij belangstelling toont. Maar het kan ook zomaar weer een koopsignaal opleveren. En plus dat je ook zegt van, kijk, mensen snappen nu ook wel dat ze niet naar je toe kunnen komen. Dus zelfs als jouw klanten of als jij zelf een soort weerstand had tegen e-coaching via het Zoom of via de telefoon. Dus klanten snappen nu ook wel, het is het enige wat je nu kunt doen. En als ze echt hulp nodig hebben, dan accepteren ze dat ook gewoon. En dat kan ook een hele nieuwe lijn van business voor jou openen die je straks kunt blijven doen. Als de crisis is afgelopen. Want als jij klanten hebt die 50 kilometer of 100 kilometer in de auto moeten zitten om jou bij jou te komen. Die vinden het straks misschien ook wel lekker om af en toe gewoon een Zoom coaching te doen. Zodat ze maar echt maar 1 uur nodig hebben. Of hoe lang het ook is. En daarna weer door kunnen met hun leven. Nou ja, dat zet gelijk je businessmodel ook anders neer. Hè? Ik ga lekker graag met mijn individuele klanten het bos in om even goede gesprekken te voeren. En dan ben je zo 1,5, 2 uur kwijt. Maar ik merkte nu dat de gesprekken wat efficiënter worden. Hè? Dus ze zijn in 1 uur klaar. Maar als ik kijk naar mijn businessmodel, kan ik gewoon met ze een afspraak maken. Van joh, we doen 1 keer in de maand even een APK'tje. En zo kan je ook misschien wel commerciële andere afspraken maken. Dus voor mij opent het wel mijn ogen. Slim, 1 keer per maand een APK'tje. Supermooi. Ja, abonnementje eraan of zoiets. Nou ja, goed, ik moet het allemaal nog bedenken, maar... Ik denk dat wij als coach nu getriggerd worden van, joh, de oude manier werkt nu gewoon even niet. Daar ga je dat gaat je bankzalde niet van groeien. Dus je moet andere manieren bedenken. En ik merkte altijd voor mezelf van, joh, maar ik ben heel erg van persoonlijk contact en dat online is afstandelijk en tralala. En het waren mijn eigen gedachten erover die me tegenhielden. Want in de praktijk blijkt het echt anders te zijn. Mooi. Ja, mag ik nog even iets zeggen over die e-mails? Want ik heb het idee dat we dat draadje nu eventjes moeten afhechten. Die pakken we weer op. Ja, precies. Want je kunt je natuurlijk afvragen van, ja, maar wat schrijf je dan in e-mails als je niet wilt dat het wordt dat de marketing bullshit radar daardoor niet gaat piepen? Wat ik doe in e-mails, dat is wat ik noem infotainment. Het is niet traditionele content marketing die er meestal uit bestaat om gewoon heel veel tips te geven. Om eigenlijk je kennis weg te geven. Of om coachingsachtige mails te schrijven. Je wordt daardoor heel snel gezien als een teacher. Beetje paternalistisch kom je over dan. Nou ja, het kan paternalistisch zijn. Teaching is toch ook vaak altijd van mensen, dat ze eigenlijk mensen vertellen dat ze iets nog niet kunnen of dat ze iets niet goed doen. Hè? Dat is teachen. Dus wat ik je zou aanraden is om wat ik noem infotainment te doen. Als je kijkt naar het natuurlijke gedrag van mensen, dus we zitten altijd op die telefoon, zitten we te swipen en we zitten op Netflix of we zitten op de PlayStation. Je ziet, mensen zijn verslaafd aan entertainment. Al die entertainmentkanalen die nu voor ons openstaan, die worden ook zeker tijdens zo'n crisis, mensen zitten gewoon helemaal, worden in dat entertainment gezogen. En daar kun je dus van dat natuurlijke gedrag kun je gebruik maken in je marketing. Door je marketing, wat ik noem infotaining, te maken. Dus je maakt entertainende e-mails die leuk zijn om te lezen, dus leuke verhaaltjes. En daar zit ook een goed inzicht in. Waar je verpakt dat goede inzicht of dat goede coachingsverhaal in een story. Iets wat je hebt meegemaakt, iets wat je heeft geraakt, iets waar je kwaad over bent, iets waardoor je bang bent, iets waardoor je geïnspireerd bent geraakt. En vervolgens zet je een volgende stap. Je maakt een bruggetje naar iets wat je ze kunt aanbieden. Bijvoorbeeld een APK-call 1 keer in de maand. Of een gesprek om te bespreken wat jij nu voor ze kunt betekenen. Of een weggever op je website. Of, snap je? Dus op die manier ben je marketing aan het doen zonder dat het overkomt als marketing. Ja,
met de echte intentie wel om ze te helpen. Dus je triggert ze en je raakt iets aan wat resoneert en vervolgens kijk je van, ik kan je hierbij helpen. Ja. Dus je maakt eigenlijk indirect de vraag tastbaar. Hè? Dus dat het verlangen wat iemand in zich heeft, dat raak je aan met jouw stukken. Klopt dat? Ja. Nou, mooi. Ja, kan een verlangen zijn, kan ook een onzekerheid zijn. Dus als copywriter is het een hele goede om te schrijven over onzekerheden van mensen. Dingen waar ze nu bang voor zijn, waar ze nu zich zorgen over maken. Dus wees ook niet te lief voor klanten. Dus je hoeft ze niet altijd over hun bol te aaien, want ze hebben al een moeder en ze hebben al een vader. Als coach ben je toch iemand die ze kan confronteren en die ook op de vinger op de pijn weet te drukken, omdat ze dan in beweging komen. Ja, ik noem dat een liefdevolle schop onder de kont. Ja. Ja, en dat is de rol van de coach. Dus je kunt daarin ook confronteren en je kunt ook, en dat een van de manieren waarop is dus door over hun onzekerheden nu te praten, in zo'n e-mail. En je hoeft het niet elke dag te doen. Hè? Ik doe het wel elke dag. En ik zou dat iedereen ook van harte aanraden. Want mijn business is echt geëxplodeerd sinds ik dat doe. Echt waar? Maar als je nu, misschien mail je nu helemaal nog niet. Of mail je maar één keer in de maand of één keer in de week. En mijn uitdaging zou zijn vandaag voor jou als coach. Is om gewoon vaker te gaan mailen. Ja. En maakt even niet eens uit hoe vaak. Maar vaker dan je nu doet. En als je nog niet mailt, ga dan mailen. Ga gewoon alle klanten die... Die mag je mailen, dat is van de wettelijk gewoon toegestaan. Die mag je mailen over hetzelfde waar je ze ooit voor hebt geholpen. Dus over coachingsonderwerpen. Die mag je gewoon op een lijst zetten, die mag je gaan mailen. En ja, kom regelmatig in de lucht, dus hou dat contact warm. Nou, dus verschillende manieren om contact warm te houden. Hè? Jij zegt mail elke dag, ik zeg doe een belletje. Maar hou die klanten dichtbij. Misschien ook als die nu even niet kan betalen... Maar ga het niet gratis doen, zeg jij. Hey, en dat stuk over elke dag mailen. Want ja, jij bent copywriter. Dat is lekker makkelijk. Dan heb je daar talent voor. Maar als je nou niet zo'n schrijver bent. Ja, dat is een leuke vraag. Het is voor mij absoluut... Ik heb een oneerlijk voordeel omdat ik copywriter van beroep ben. Dus ik ben al goed met schrijven. Maar ik heb ook klanten die dyslectisch zijn. Die heel slecht waren in Nederlands vroeger. Die... allemaal taalfouten maken of best wel regelmatig een taalfoutje maken in hun mails. En die het hartstikke leuk vinden om nu op die manier hun klanten te helpen. Ik heb mensen die dialect praten of die een beetje een accent hebben. Bijvoorbeeld een klant van mij heeft een cosmetica groothandel en academie in Oosterhout in Noord-Brabant. En die praat gewoon lekker Oosterhout, weet je wel. En niet plat, maar je kunt wel goed horen waar hij vandaan komt. En daar is ook helemaal niks mis mee natuurlijk. En dat doet hij nu in zijn mail ook. Dus nu gebruikt hij af en toe van die dialectwoorden in zijn mails. Soms staat het ook gewoon in de titel van de mail. Klanten vinden dat fantastisch. En hij is helemaal niet een briljante copywriter. En dat is ook helemaal niet wat ik van mijn klanten zou verwachten of zo. Dat ze professionele copywriters worden. Maar copywriting is een van de... meest interessante skills die je kunt leren als ondernemer, omdat je daarmee dus jezelf makkelijker verkoopt. Het is jezelf verkopen met je eigen woorden. En dat is iets wat draagt gewoon bij aan je omzet. Ja, snap ik. En wat je eigenlijk zegt, hè, met dat voorbeeld van die Brabantse man met Oosterhout gezellig, is spreek je eigen toon en je eigen taal. Je klanten verwachten niet van je dat je copywriter bent, die weten wie je bent, hè, als je huidige klanten. En sowieso, het is goed voor je nieuwe klanten ook om te horen wie je bent. Dus spreek je eigen taal. Ja, dat is... heel veel ondernemers en ook coaches die, als je bijvoorbeeld op een website kijkt en je leest wat daar staat, ja, dan herken je ze bijna niet eens. Want die doen daar heel zakelijk of heel deftig. En als je met ze praat, ja, dan zijn het eigenlijk een hele relaxte coaches. Een hele leuk iemand en daar kun je een leuk gesprek mee hebben. Dan zou je ook een biertje mee kunnen drinken. Maar als je naar die website kijkt, dan denk je van... is dit dezelfde persoon? Dat zie ik heel vaak. Die soort van knip als je kijkt naar de website van een ondernemer en naar hoe die in het echt is. En als je op een infotaining manier je marketing gaat doen, dan verdwijnt dat. Dan wordt dat één. Dus dan ben je op je website ook hoe je echt bent. En in je mails en in je marketing. En voor klanten klopt dat dan opeens. Ja, dat snap ik wel. En daarmee zeg je dus eigenlijk ook, het moet niet te perfect zijn. Een van de dingen die mij tegenhield om een weggever of om wat dan ook te schrijven op een website was van ja... Dan begon ik eraan en dacht ik, nou, ik moet nog even verder. Dus ik bleef het maar tweaken. En uiteindelijk kwam het er helemaal niet. Dus nou ja, goed. Het hoeft niet perfect. Het is ook een hele mooie regel. Goed genoeg is goed genoeg. Ja, goed is goed genoeg. Ik geloof daar heilig in. Ja.
Oké. Hey, bouwen aan je business of bouwen in je business? Kan je daar wat over zeggen? Want kijk, nou ja, ik denk dat dat voor coaches heel veel geldt. Hè. Wij vinden het heerlijk om met de inhoud bezig te zijn, gedrag van mensen, potentieel naar boven halen, kijken wat blokkeert, dat soort dingen. Maar dat is allemaal werken in je business. Wat, hoe zit jij daarin? Dat is hetzelfde als die chef-kok die altijd maar nog nieuw, nog lekkerdere en betere en nieuwe gerechten en ingrediënten aan het proberen is. Maar als er niemand komt om het op te eten, dan kan hij daar niet van leven. En dat is voor een goede coach ook zo. Ik weet bijna zeker dat alle coaches die nu zitten te kijken, dat die al goed genoeg zijn. Dus je hoeft niet jezelf continu te blijven, dus volledig te focussen op jezelf beter maken en op boeken lezen en de congressen bezoeken en jezelf laten coachen en ondertussen je marketing laten liggen. Zo van ja, maar als ik goed genoeg ben, dan komen klanten vanzelf wel. Dat is echt een illusie. Klanten komen niet vanzelf. En jouw belangrijkste functie als ondernemer is nu om ervoor te zorgen dat die klanten wel komen. En dat je niet zelf achter ze aan hoeft te jagen. Het is super onaantrekkelijk als iemand achter jou aan zit. Het is veel aantrekkelijker als die persoon zichzelf heel aantrekkelijk maakt voor jou als klant, voor jou als coachie. En dat jij daar dan van zegt van die moet ik hebben. Die vind ik, die heeft een goed verhaal, die is interessant. Daar wil ik door gecoacht worden. En dat zorgt ook weer dat die status omhoog gaat. Ja, en dat doe je dus eigenlijk alleen maar door echt gewoon jezelf te zijn. En zoals wij coaches plechten zeggen, echt in je kracht te gaan staan. Maar er ook voor te gaan staan. Dat is wat je zegt. En om heel vaak voorbij te komen. Okay. Dus om ervoor te zorgen dat mensen die voor jou de ideale klant zouden zijn, dat die jou de hele tijd voorbij zien komen. Dus niet denken, ze komen vanzelf wel, als ik iets goeds verkoop, dan krijg ik vanzelf wel klanten. Nee, laat jezelf zien. Kom heel vaak voorbij in marketing, op social media. Zorg dat je te zien bent. En denk niet dat dat vanzelf gaat. Nou ja, heel eerlijk denk ik dat wel. Mijn klanten krijg ik altijd via. Ja, maar kijk, er is niks mis mee als je je klanten via krijgt. Maar in zo'n situatie zoals nu bijvoorbeeld, heb je dan heel weinig knoppen om aan te draaien. Dus als je eigenlijk niet gewend bent om marketing te doen, dan kun je op dit moment, het is niet dat je dan even een mailinglijst hebt liggen van mensen die gewend zijn om regelmatig van jou te horen, dat je een hele bekende naam bent bij heel veel mensen. En je moet, als je opeens afhankelijk wordt van één ding, dus van via, en via werkt eventjes niet meer. Ik kan me voorstellen dat nu via voor jou ook minder goed werkte dan toen we nog in de hoogconjunctuur zaten, waar we 3 maanden geleden in zaten. Je wordt daardoor kwetsbaar. Als je dus zeg maar één manier hebt van het krijgen van klanten, en die manier die werkt niet, die werkt om een of andere reden tijdelijk niet of definitief niet meer, dan kun je de tent wel sluiten als je niet uitkijkt. Dus er is niks mis met via, maar als dat je enige manier is, en er is ook niks met leuke e-mails schrijven, maar als je alleen maar leuke e-mails wil schrijven en verder op geen enkele manier naar buiten treedt, en ze reageren niet meer op je e-mails, dan heb je ook een probleem. Ja, dus aan de ene kant zeg jij, Arjan, van jongen, het maakt je heel kwetsbaar. En aan de andere kant denk ik nog even terug aan wat we eerder in het gesprek hadden. Van ja, maar daarmee onthoud je ook een hele grote club mensen al de mooie dingen die je te geven hebt. Ja, precies. Want je kunt inderdaad, als je maar een heel klein bereik hebt, doordat je zegt, nou, ik wil gewoon via werken en ik kom er vanzelf alweer klanten via mijn oude coachees. Dan beperk je ook je bereik. Dus je beperkt ook het aantal mensen dat jij goed zou kunnen helpen. Want ze kennen jou gewoon niet. En dat is gewoon, dat is zonde. Dat is niet alleen voor jou zonde, maar ook voor hun. Hey, en ik kijk ook even met een schuin oog naar de tijd. Kan jij ons gewoon wat praktische tips geven van hoe kan je nou je bedrijf uitbouwen? Hè? Dus leer ons eens om anders te denken. 1-op-1 coaching, team coaching, werken met groepen. Dat deden we altijd live. Wat biedt online dan ons voor mogelijkheden? Nou, kijk, als coach ben je een expert in jouw vakgebied. En je weet, je kunt klanten heel goed helpen. En heel veel coaches die hebben één manier van werken. En dat is 1-op-1, die ontvangen mensen in hun ruimte. Die gaan ze 1-op-1 coachen. En daarna gaat de klant weg, komt de volgende. Dat is een beetje de manier waarop coaches vaak werken. En in feite ben je dan allerduurste dienst, de allerwaardevolste dienst, 1-op-1 aandacht, ben je voor een veel te lage prijs aan het verkopen als je niet uitkijkt. Ik zeg niet dat er iets mis mee is, maar er is meer mogelijk.
Dus je En dan kunt. bedoel je, Aart-Jan, te lage prijs omdat jouw tijd ook maar beperkt is. He, dus je kan je tijd ook maar één keer uitgeven. Nou, Dus als je. het komt vooral doordat jouw positionering is als iemand die je zomaar één op één kunt krijgen. Je kunt gewoon bellen of mailen en dan kun je één op één een afspraak krijgen met die coach. Er is een andere manier mogelijk om je business op te bouwen als je een expert bent, dus als je met je hoofd werkt, door er verschillende lagen in aan te brengen. Heel veel coaches en dienstverleners die hebben eigenlijk maar één product, dat is hun coaching. Maar je kunt daar nog een paar lagen onder aan brengen. Ik noem dat een upsell-piramide. En je coaching, één op één coaching, is eigenlijk de top van de piramide. Dat is Ja. één op één. Dan hebben ze persoonlijke aandacht van jou. Je kunt in de vorm van het publiceren van artikelen of boeken, dat is zeg maar de goedkoopste laag waarop mensen met jou in contact kunnen komen. Dus dan komen ze in contact met jou, met datgene wat jij publiceert, gratis of bijna gratis, zoals een boek. Ja. Dat noem ik ook wel de do-it-yourself laag in jouw business. Dus het Je hebt onderste hier een laag plaatje. van je business is do-it-yourself. Je hebt hier een plaatje van, toch of niet? Kan je die even misschien laten zien? Want sommige mensen, daar zijn een beetje visueel. En ik denk dat Ja. dit eigenlijk heel belangrijk is wat je nu gaat vertellen. Dus let op, mensen. De gouden tips van de expert. Kijk, je moet. De onderste laag is de do-it-yourself laag in je business. Je kunt de slide zien als het goed is, hè? Ja, ik kan ze zien. Ik denk anderen ook. Upsell En piramide later. dat is een upsell-piramide. De onderste laag is dus de do-it-yourself laag. Ja. Daar zitten de goedkoopste producten, zoals boeken, zoals artikelen die je gratis verspreidt, zoals video's die je maakt en die je op social media verspreidt. Dus dat is de do-it-yourself laag. En daar kun je bijvoorbeeld ook denken aan online trainingen. Ik geef zelf online trainingen, die verkoop ik voor prijzen ergens tussen de 900 en de €2000 per training, per deelnemer. Dus dat is Zo. niet goedkoop, maar dat is wel de onderste laag in mijn business. En daar moeten mensen dus gaan zelf aan de slag met wat jij ze kunt leren of waar jij ze bij kunt helpen. Oké, okay, Dat is de dat is een do-it-yourself beetje laag. hetzelfde. Ja. Dan heb je nog een laag, dat is de done-with-you laag. Dat is helpen met implementeren. En dan ga je ze dus helpen om datgene waar jij ze bij helpt, om dat in hun leven toe te passen. En dan kun je denken aan een combinatie van een online training met wat persoonlijke coaching. Maar niet al te veel. Dus dan hebben ze niet onbeperkt toegang tot jou of ze op afroep toegang tot jou. Maar dat is een implementatielevel. Om je een voorbeeld te geven. Ik heb een implementatielevel waarbij ik klanten een online training geef. Die heet Onweerstaanbare Online Marketing. Die kunnen ze zelf volgen. En ze krijgen dan 2 keer 2 dagen met mij, waarin ik ga 2 dagen video's met ze maken samen met mijn cameraman. En we gaan 2 dagen marketinguitingen maken, zoals e-mails. Gewoon ergens in een hotel zitten we dan. En dan zitten we 2 dagen aan hun marketing te werken samen. En ze kunnen af en toe tussendoor nog wat vragen stellen. Dat is een voorbeeld van zo'n done with you niveau. Ja. En dan het topniveau, dat is het done for you. Dus dan ben je echt één op één met ze aan het werken. Dus dan kunnen ze echt naar jou toe komen. Dan kun je één op één coaching aan ze geven of coaching on the job. Of snap je? Dus dan ben je echt volledig maatwerk aan het leveren. En dat is het duurste model. Ik ga bijvoorbeeld regelmatig een dag zitten met één klant. Ook in zo'n hotel, zitten in een rustige ruimte. En dan gaan we 1 dag de 2 belangrijkste pagina's van zijn website uitwerken. Zijn homepage en zijn verkooppagina. En daar reken ik €8000 voor. Dat is het hoogste niveau in mijn business. En als ik die andere 2 lagen niet zou hebben, dus die laag bijvoorbeeld waar mijn boeken en al die dingen die ik via e-mail en via mijn blog en via social media publiceer, als ik die allemaal niet zou hebben, dus als ik niet zo vaak voorbij zou komen, zeg maar, niet zo zichtbaar zou zijn, zou ik nooit €8000 voor zo'n 1 dag kunnen vragen. Kan alleen Hoezo? maar omdat dan mijn status niet hoog genoeg is. Nou ja. Als zodra je namelijk, en dat heb ik niet uitgevonden, en daar kunnen we ook wel wat van vinden of niet van vinden, maar zo werkt het in de ogen van je klanten. Als ze jou vaak voorbij zien komen, gaat hun waardering voor jou en hun achting voor jou gaat omhoog. Zo werkt het. En Nee. zeker als je boeken publiceert bijvoorbeeld, dan ga je enorm omhoog in de achting van je klanten. Dus daardoor zijn ze ook bereid om daarna hogere prijzen te betalen voor één op één dienstverlening. En daardoor is het dus.
als je nu coach bent en één op één is het enige wat je verkoopt, dan laat je dus eigenlijk twee lagen liggen, waardoor je ten eerste die twee lagen, wat je daar allemaal zou kunnen verdienen, dat doe je nu niet. Plus nee. De hoogste laag waar je nu in zit te werken, dat is een laag waarin je eigenlijk niet meer dan dit kunt vragen, omdat je niet wordt gezien als de coach. En dus je status is dan te laag om echt de hoofdprijs zeg maar te kunnen vragen. Ja, ik denk dat ik het een beetje snap. Hè. Dus als je zegt, als ik hem vertaal naar coaching, bij mij sta jij even stil. Oh, oké. Okay. Kun je me nog wel horen? Ja, ik kan je wel horen, maar voert voor mij een soort van ballet op met hele langzame beweging. Ik weet niet of iedereen dat heeft, maar... Ja, ik heb bij jou nu ook een iets korreliger video. Er worden heel veel online sessies nu gehouden. En ook bij GoToWebinar ja. Hebben ze denk ik servercapaciteitsproblemen. Dus het en gaat zo weer over, hoop ik. Oké. Als ik hem... Ik kan je gewoon horen hoor, dus je kunt gewoon doorpraten. Oh, oké, okay, ja, ik zie jou nog een beetje vertraagd gewend. Als ik hem terugvertaal naar mijn praktijk, hè, en even meeneem wat jij zegt, van die onderste laag, do it yourself, dan geef ik mensen, hè, bijvoorbeeld ontdek je missie, en dan geef ik ze allerlei opdrachten, of breng eens in kaart wat je zelf blokkeert. Dan gaan mensen zelf thuis aan de slag met opdrachten die ik heb gemaakt. Klopt dat? Ja. En... Dus langzamerhand gaan ze zelf echt maar hun coachtraject door. Dus een soort van zelfhelpboek, maar dan online. Ja, ze gaan eigenlijk een aantal dingen die nodig zijn dat ze gaan doen in hun leven, gaan ze zelf doen op basis van opgenomen dingen. Bijvoorbeeld video's die jij voor ze hebt gemaakt waarin je het uitlegt. Oh, ja. Niet voor hun persoonlijk, maar voor heel veel klanten eigenlijk. Dus een product wat je dus aan heel veel mensen kunt verkopen. Oké, en dan het done with you, dan doe je hetzelfde soort dingen, alleen je breidt het dan ook uit met bijvoorbeeld live events, op dit moment dan online, maar of live events waarbij je een tweedaagse hebt, waarbij je mensen met een groep bij elkaar kan komen. En dus dan geef je ze ook een stukje van jezelf. Dat is een manier om het te doen. Dat is de manier waarop ik het doe, maar dat hoeft niet jouw manier te zijn. Maar het gaat erom dat je ze gaat helpen met wat meer persoonlijke hulp bij het implementeren van alles. Ja, en ik denk ook vanuit persoonlijke coaching, maar ook vanuit teamcoaching. Dit is interessant dat je mensen eerst het voorwerk laat doen en vervolgens met een team bij elkaar samenkomt om bepaalde dingen met elkaar te delen. Bijvoorbeeld hoe zit je in elkaar qua copingstyles of ego's of nou whatever, wat voor methodiek je ook, DISC-profielen, noem maar op, wat je voor methodiek je ook gebruikt. Laat ze het voorwerk thuis zelf doen en... Je komt bij elkaar om met elkaar erover in dialoog of gesprek te gaan om coaching te doen. Oké, en dan die laatste groep. Hè. Ik werk met heel veel directeuren. Een van de beperkende dingen die in mijn hoofd zat was van ja, maar die willen niet iets online doen. En al helemaal niet online in een groep, want die willen gewoon persoonlijke aandacht. Dat hoef ik niet af te schuiven, want dat kan ik gewoon blijven doen. Maar daar kan ik wellicht een hogere prijs voor vragen. Want mijn tijd is maar beperkt. Ja. Heb ik het dan goed begrepen? En ze komen dan opeens ook op een heel ander, als ze al dingen zelf gedaan hebben en zelf tot zich genomen hebben, bepaalde content die je hebt opgenomen, komen ze ook op een heel andere manier binnen in die andere levels, omdat ze dan al veel meer weten en veel meer kunnen. En zijn het ook veel makkelijkere en leukere klanten om mee te werken. Plus je hoeft niet altijd duizend keer hetzelfde uit te leggen. Want dat doe je dan één keer goed in zo'n online training. En daarna komen ze eigenlijk al veel beter voorbereid op jouw coaching, komen ze binnen op dat moment. Oké, nou dat snap ik. Leuk. Hey, het is 10:50. Dus volgens mij moeten we even gaan kijken naar de vragen. En dan kunnen we straks even de boel samenvatten en conclusies trekken. Heel goed. Ik zie een vraag. Misschien moet deze slide even weg. Dat klinkt misschien gek, maar sinds deze slide ziet mijn beeld er een beetje gek uit. Oh, dat zal niet aan de slide liggen, denk ik. Maar in ieder geval is het zo. Je kunt vragen stellen. Ja. Je kunt de vraag stellen door... Je ziet ergens waarschijnlijk een oranje pijltje. Van GoToWebinar, waarschijnlijk ergens rechtsboven in je beeld. Als je daarop klikt, dan kun je een vakje questions vinden. En daar kun je een vraag typen. En ik zal een paar vragen eruit typen voor mij of voor Monique om te beantwoorden. En dan pakken we even vragen die voor meer mensen tegelijkertijd interessant zijn. Ja. Want Maarten die vraagt, gebruik je een systeem voor je mails? Het systeem dat ik zelf gebruik, dat is ActiveCampaign. En dat is een tool zoals, dat is net zoiets als MailChimp of Aweber of Autorespond. Dus dat is inderdaad een systeem waarbij je ook
dat beheert ook voor jou de e-mailadressen van de mensen die jouw mails krijgen. En mensen kunnen zich dan, je kunt daar ook een formuliertje uitplukken dat je dan op je website kunt plakken, zodat mensen zich kunnen aanmelden. En als ze zich aanmelden, komen ze in jouw e-mailsysteem geautomatiseerd terecht. Dus dan hoef je dat niet allemaal bij te houden zelf of zo. Dus moet je, ik raad je sterk af om dat via Outlook of zo te gaan doen. Want dat wordt, dat is veel te veel gedoe. Dus je kunt wel beter een systeem voor gebruiken. Wordt het dan ook anoniemer of is het gewoon, je kan je alles nog aanpassen? Nee, je kunt gewoon, het komt gewoon nog steeds van jou. Dus de afzender kun je instellen. En nee, dat is niet anoniemer. Dat is gewoon. Ik kan wel persoonlijk richten. Oké. Okay. Ja. Nog meer leuke vragen? Een paar vragen. Angelic en Sandra, die vragen, zijn vragen over social media. Van de rol van social media in het geheel. Of hoe kun je sociale media hiervoor gebruiken? Ja. Ik zal een voorbeeld geven. Een manier waarop ik de social media zelf gebruik is door. Ik ben helemaal gefocust op e-mail. Dus de leukste manier om met social media om te gaan, vind ik zelf om de vorm van content te kiezen waar jij zelf de meeste flow van krijgt. Dus die jij het leukste vindt om te maken. Bij mij is het schrijven van e-mails. Het kan bij jou zijn het maken van een audio of een video. Of een video, of zoals jij, Monique, zei, van een leuke, een mooie afbeelding met een wijsheid erop en daar een muziekje achter. Of het is misschien, als je elke dag de hond gaat uitlaten, dat je even een videootje maakt terwijl je de hond aan het uitlaten bent. Waarbij je even een verhaaltje vertelt en een call to action in. Maakt niet uit wat het is, maar ik zou iets pakken waar je lol in hebt om het te maken. Want dan kun je het namelijk ook heel makkelijk volhouden om dat te blijven doen. Wat ik doe is, ik schrijf die e-mail voor mijn blog. Dus die tekst die schrijf ik op mijn blog. En dan wordt vervolgens door mijn assistenten wordt die ook als e-mail verstuurd. En we posten hem ook door op LinkedIn. Hij wordt gepost op Facebook. En er wordt een linkje op Twitter geplaatst. Dus zo doen wij het zelf. Dus je hebt een heel systeem en een assistente, hoor ik. Want dat is op zich ook wel een goede tip. Dat je hoeft niet alles zelf te doen. Dat vond ik. Ik heb zelf verschillende VA's die mij daarbij helpen. Oké, ja, want dat was een inzicht wat ik donderdag kreeg toen ik in blinde paniek mijn vriendinnetje belde. Van, ken je iemand? Ze zijn er gewoon. En het zijn mensen die hartstikke goed in hun vak zijn, die je ook willen helpen. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Vraag hulp. Ja. Dat vinden we allemaal lastig, maar we vinden het allemaal heel fijn om te helpen. Dus ook in deze, laat je lekker helpen. Gun die ander de kans. Welke vragen komen er nog meer binnen? Roxane zegt, en nu je klanten voor een mindere prijs sessies aanbieden. Ik zou heel erg uitkijken met het verlagen van prijzen. Omdat het een manier is om in feite je verlaagt daarmee je status en het is ook lastig om je prijs daarna weer te gaan verhogen. Ik zou dat niet zozeer doen. Ik zou nu gaan kijken hoe kan ik klanten helpen bij waar ze nu moeite mee hebben. En als je goed in staat bent om de dingen te benoemen waarvoor zij ooit bij jou in de coaching terecht zijn gekomen, dan kun je ze ook weer aan boord krijgen. Stel dat iemand afbelt bijvoorbeeld, dan kun je natuurlijk wel zeggen van nou oké, ja, wil je dan misschien later een afspraak alvast inplannen of zo, dus dat je zeg maar als zoete koek dat accepteert, dat iemand een afspraak annuleert. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je zegt nou, ik snap dat je nu wat vragen hebt over coaching en hoe we dat nu zouden moeten doen, mag ik misschien even doorvragen? En dat je dan gaat vragen, weet je nog wat voor jou de aanleiding is geweest om bij mij in coaching te gaan of destijds de eerste afspraak met mij te maken. Daar laat je ze dan even over vertellen, haal je even herinneringen in feite daarover op. Dus waar liep je tegenaan waardoor jij mijn coaching wilde? En dan vraag je, en wat betekende dat voor jou dat je toen dat probleem had? Dus je vraagt door op het probleem, dan kom je in de emotie terecht die mensen daarover hebben gehad. En dan kom je ook in de urgentie waarom ze daarbij geholpen wilden worden. Wat je dan met ze kunt bespreken, is dat je begrip toont. Je zegt van ja, het is heel logisch dat je dat probleem had, want, en dan kun je bepaalde redenen geven waardoor het helemaal niet vreemd is dat mensen een bepaald probleem hebben gehad waar ze coaching bij zochten. En dan zeg je nog eens een keer van nou, zoals je weet help ik jou om, en dan noem je het resultaat wat je ze, waarvoor ze bij jou zijn gekomen. Dus je helpt datgene waar jij ze bij helpt. En door zo'n gesprek met ze te hebben, in plaats van zomaar de annulering te accepteren, komen ze ook weer in contact met wat ze eigenlijk belangrijk vinden. En confronteer je ze daar ook weer even liefdevol mee. Zo van ja,
Dit was geen luxe, hè? We zijn hier niet bezig met iets dat je zo kunt doorstrepen, omdat het nu toevallig eventjes een beetje stressy is allemaal. En vervolgens kun je zeggen, nou, als je wilt, dan kunnen we de afspraak, zouden we de volgende afspraak ook telefonisch of via een videoverbinding kunnen doen. Ja, nou, ik kan dat beamen uit eigen ervaring. Hè. Dus toen ik ging bellen, want volgens mij heeft het ook heel erg te maken met de waarde die je toevoegt, blijft hetzelfde. Hè, dus het effect van mijn coaching is hetzelfde of ik dat nou online doe of persoonlijk. Want ja, ik weet mensen te raken en soms komen ze net even, hebben ze net even dat setje nodig waarvoor ze graag bij mij komen. Dus waarom zou dat voor minder geld moeten? Wat ik merkte toen ik mijn klanten ging bellen, gewoon echt oprecht om te horen, hey, hoe is het met je? Ja. Kom je door de crisis heen? Want ik heb ook veel ondernemers als klanten. Alleen het feit al dat ze even de tijd namen om na te denken van, ah ja, hoe is het eigenlijk met me? Voelden ze de behoefte van, ja, ik wil eigenlijk wel coaching. Mooi. En daarmee geven ze dus ook aan wat de waarde is. Dus gooi gewoon dat belletje eruit en tarieven omlaag. Ja, je bent misschien wat eerder klaar. Dus het gesprek zal nu niet 2 uur duren, maar 1 uur. Dus ze zijn maar de helft van het geld kwijt. Hè. Zo praktisch kan je ook denken. Dus ik ben minder voor tarieven naar beneden, maar wel zoeken naar praktische oplossingen. En kijk, als iemand even totaal omhoog zit en in de shit zit qua geld, dan kan je ook iets afspreken met betalen achteraf. Wat dat betreft mag je best vertrouwen hebben in de mens. De meeste mensen deugen, jij zelf ook. Dus ook zelf vertrouwen in jezelf hebben. Maar dat komt wel goed. Maar prijzen verlagen, nou, dan maken we ook met z'n allen de markt een beetje stuk. En dat is ook zonde. Ik heb nog een paar vragen. Oké. Okay. Ik zie een vraag van, leuke vraag van Ilko. Ik heb geen maillijst. Kun je nog eens zeggen wie je wettelijk mag mailen zonder dat ze zich hebben ingeschreven voor een mailinglijst? Oh, de klanten waar je al een zakelijke relatie mee hebt, dus die al jouw geld hebben betaald voor sessies bijvoorbeeld, hè, dus echt betalende klanten, die mag je mailen over dezelfde dienst waar ze toen voor betaald hebben. Dus als het coachingsklanten zijn, mag je ze dus mailen met, mag je ze dus marketingmail sturen over jouw coaching. Okay. Dat zijn eigenlijk gewoon al je oude klanten die je al geholpen hebt. En ben je dan ook verplicht om zo'n dingetje op je mail te zetten van als je dit niet wil ontvangen, kan je uitschrijven? Hoe zit er dat? Moet altijd, ergens in de mail moet een afmeldlink zitten. Ja, dat is wettelijk verplicht. Ja. Oké. Okay. En dat kan je ook met zo'n, als je zo'n mailtool gebruikt, zoals Aweber of ActiveCampaign, dat zit automatisch al in zo'n mailtje. Dus die wordt dan, als mensen op dat linkje klikken, worden ze automatisch uit dat mailsysteem weer uitgeschreven. Heb jij dat eigenlijk vaak, dat mensen zeggen van ik wil je mails niet? Ja, best wel vaak. En ik ben ook altijd blij als ze zich afmelden. Omdat dat schoont op. Ja, omdat ik geloof erin dat je het beste kunt zijn voor een hele specifieke groep mensen. Waar jij een klik mee hebt. Want als je op deze manier dus gaat mailen, dan gaan ze ook heel erg jou zien. Hè? Dus ze krijgen veel meer een contact met mij, met jou. Wie ben jij nou eigenlijk als persoon? En als je heel zakelijk en heel erg als een teacher je opstelt, dat is ook een beetje onpersoonlijk. Terwijl als je meer infotaining, dus als je meer entertainende e-mails gaat schrijven, dan gaan ze je veel beter leren kennen. En daar gaan dus ook mensen op afhaken. Dus in het begin zullen daar een aantal mensen op afhaken die eigenlijk gewoon toch al niet bij jou pasten. Die zouden toch eigenlijk al nooit klanten geworden zijn. Dat is een goede manier om er ook over te denken. Ik moet je eerlijk zeggen, het heeft mij een tijd tegengehouden om een beetje zichtbaar te zijn. Ja, dat ik dacht van, ja, jeetje, daar gaat iedereen er van alles van vinden. Wat vind ik er eigenlijk zelf van? Nou ja, gemuts en geschud tussen in mijn eigen hoofd. Maar wat jij zegt is eigenlijk wel mooi. Van, nou ja, goed, dan vallen degenen af die niet bij je passen. En dat is ook wel zo helpend. Dat is wel dat een gedachte. Ja, voel het niet als een aanval op je ego of als een teken dat er iets mis is of zo. Want dat is het allemaal niet. Het is alleen maar mensen die toch al niet bij je passen, die afhaken. Dus die zitten alleen maar de leidingen te verstoppen. Dus die moeten weg. Dat is gewoon prima. Leuke vraag van hier van Veerle. We zitten bijna aan de tijd, dus ik dacht we gaan naar een afsluitende boodschap. Ja, ik dacht Monique, misschien kunnen we nog, want er staan nog wel wat leuke vragen. We kunnen natuurlijk ook nog ietsje langer doorgaan voor de mensen die het leuk vinden om het antwoord op hun vraag te horen. Kunnen wij gewoon nog even doorgaan? Tenminste, ik heb nog wel even tijd. Als ik mensen ook. Weg moeten, dan moeten ze weg. Dat is dan zo. Ze krijgen de video toch wel toegestuurd met de hele sessie erin. Zullen we dat doen? Ja, dat is goed. Maar voor degenen die nu weggaan, wil ik één ding zeggen. Je bent nodig, dus kom op. Actie in de taxi. Goed, mooi. Nog een vraag. Veerle vraagt, hoe reageren mensen die jou al volgen als je overstapt van je vroegere manier van werken naar deze upsell-pyramide? Geven ze daar geen zure commentaar op? Welk effect heeft dat op je status? Nou, vind ik een hele goede vraag.
Ja. Wat mensen vinden, zullen het in het algemeen vooral leuk vinden. Dus we houden ervan om zaken te doen met dienstverleners, met de leveranciers die een hoge status hebben. Je klanten vinden dat ook leuker als jij in hun aanzien gaat stijgen. Dus als jij meer gaat publiceren, als je vaker voorbij komt, als je misschien een boek gaat schrijven, als je ook opeens ook op video voorbij zien komen, als ze jou geïnterviewd zien worden, als ze een webinar zien waar jij geïnterviewd wordt, of als je op andere manieren voorbij komt dan ze gewend waren. En dat ze ook zien dat er ook andere manieren zijn om van jou te leren en om door jou geholpen te worden. Dus dat zullen ze vaak alleen maar leuk vinden. Je hebt ook mensen die vinden het best wel heftig om zo'n 1-op-1 sessie te doen. Bijvoorbeeld hele introverte mensen. Do-it-yourself is een heel lekkere laag in je business voor introverte mensen. Omdat ze kunnen het lekker zelf tot zich nemen, jouw content. En vervolgens komen ze later wel binnen en kunnen ze ook de overstap maken naar hogere levels in de piramide. Waardoor ze een beter resultaat krijgen en meer contact met jou. Ze zullen alleen maar graag jouw hogere tarieven betalen om op dat moment dan wat meer aandacht van jou te krijgen. En dus mijn ervaring is juist dat klanten het leuk vinden als je meer manieren gaat toevoegen om ze te helpen. Ja, dus je hoeft niet bescheiden te zijn. Klanten nemen jou. Hè, de klanten willen jou als persoon helemaal in de coaching. Ja, hele goede opmerking. Dat klopt helemaal. Als je expert bent en je doet zeg maar dit soort personality-based marketing. Het allerbelangrijkste. Kijk, waar zij voor kiezen is niet alleen maar voor jouw coaching. Maar ze kiezen ook echt voor jou. En dat is ook het geheim van een relatie van klanten voor het leven krijgen. Is dat is gebaseerd op personality. Als er heel weinig personality in jouw marketing zit, is het heel lastig om klanten langer bij je te houden dan een aantal sessies of een paar jaar. Ja, als je echt een relatie voor het leven wilt, dan is personality-based marketing is daar super geschikt voor. Ja, dit is wel een lastige voor coaches. Want wij zijn opgeleid, althans als ik naar mezelf kijk, van joh, maar het gaat niet om jou en het gaat niet om jou als persoon, het gaat echt om je klant. En dus je richt echt alles op de ontwikkeling en de groei van de ander. En we zijn ook nog een beetje egoïstisch, want toevallig worden we daar ook nog een keer heel erg gelukkig van om die ander te zien groeien. Ja. Maar eigenlijk maak je jezelf als coach er ook een beetje kleiner in, ben ik nu aan het ontdekken. En ik vind dit heel spannend om jezelf ook op de voorgrond te zetten. Want er zit een soort van gêne in, hè, van ja, de klant is belangrijker dan ikzelf. Het dienstbare, dat is wat we allemaal hebben. Maar ik denk dat we die hobbel ook over mogen om daarmee ook een groter publiek te kunnen bereiken en meer mensen te kunnen helpen. Herken je dat wat ik zeg? Want jij bent een hele marketingman en ik denk aan al die coaches die daar zitten van, oh fuck, hoe doe ik dit? Excuseer me. Ja, ik ben zelf hartstikke introvert. Dus zeg maar, social distancing is voor mij een natuurlijk gedrag. Dus ik hoef me ook helemaal niet aan te passen nu. Dus ik ben helemaal niet van. Ik durfde vroeger geen spreekbeurten te geven op school. En ik was. Het is voor mij echt geen eentje drietje. Maar klant vindt het heel leuk als jij je toch op een manier positioneert. Waardoor ze. Kijk, ze nemen meer van je aan als jouw status omhoog gaat. En je hebt misschien een hekel aan het woord status, maar we zijn van nature allemaal statusgevoelig. We kijken daar heel erg naar op welk niveau staat iemand. En als jij voor jouw klanten in hun ogen op een hoger niveau bent komen te staan, zullen ze ook beter naar je luisteren. Dat was ook een van de redenen dat ik op deze manier ben gaan werken. Ik was eerst gewoon in te huren. Ik werd op booking.com bijvoorbeeld ingehuurd en door Ditso en door Triodos Bank om copywriting te doen voor hun website. Maar je wordt dan ook vaak overruled, want je komt dan in een organisatie en je bent een van de mensen die ze inhuren. En er zijn altijd mensen die jou kunnen overrulen. Dus heb je ergens hard voor gewerkt en dan wordt er niks mee gedaan. Ik wilde dat ze naar me zouden luisteren. Ik wist zeker dat ze de beste resultaten zouden krijgen als ze gewoon zouden doen wat ik zei. Alleen, dat doen ze niet als je een van de velen bent. Als je op de top van de berg staat, dan luisteren ze naar je. Als ze veel meer voor je moeten betalen, dan luisteren ze naar je. En dan gaan ze doen wat je zegt. Dat is fantastisch. Niet alleen omdat het makkelijker werkt voor jou. En dit is niet een ego ding. Of niet alleen maar een ego ding. Het is natuurlijk ook gewoon leuk. Maar het is ook, je helpt ze daar beter bij.
Want ze gaan daardoor de resultaten krijgen die ze zo graag willen, als ze gewoon doen wat je zegt. Ja, voor mij is die het belangrijkste. Ze hoeven niet per se te doen wat ik zeg, maar ze moeten echt gaan doen waar ze zelf echt in geloven. Hè. Ik denk dat er heel veel potentieel ligt wat mensen niet gebruiken. En ik denk dat ik als coach, maar al die andere coaches die nu zitten te kijken, daar echt een rol in hebben. Maar jongens, er zit hartstikke veel potentieel in. En laat jezelf zien, zodat mensen jou kunnen vinden om dat potentieel bij hen naar boven te kunnen halen. En daarvoor is een klein beetje marketing, of misschien wel een hele hoop marketing en online gaan, helemaal niet iets vies. Maar nou, je hebt gewoon meer ruimte en mogelijkheden om dat de wereld in te slingeren. Ja. En op het moment dat je waarde toevoegt, echt waarde toevoegt en echt het verschil maakt voor mensen, omdat jij bent wie je bent, want ik geloof daar ook in, hè. Mensen kiezen jou omdat jij unieke kwaliteit hebt en echt iets toe te voegen hebt. En als je dat durft te laten zien, en dat is doodeng, vind ik soms, dat zegt misschien wel heel veel over mij, maar als je dat echt laat zien, dan krijg je die blijvende en duurzame relatie die jij ook zegt. Ja. Ik kreeg ooit weer feedback van iemand en die man die is er nu niet meer, dus ik kreeg zijn feedback later op een briefje. En toen zei hij van, je bent echt een fantastische coach, maar ik weet niet zo heel goed wie jij bent. En ik laat mezelf nu meer zien in mijn coaching. En het helpt. Ja. Daardoor raak ik echt een niveautje dieper. En ook dat marketing, laat jezelf meer zien vanuit de gedachte. Maar daarmee kan je niveautje dieper gaan. En kan je nog meer mensen raken. Want we zitten met een hele hoop gelijkgestemd op deze aardkloot. Alleen we weten het nog niet van elkaar. En daar kan online marketing je echt in helpen. Zo. Mooi. Halleluja. Vraag van Ilia, die zegt bij de onderste laag doe het yourself, zowel gratis weggever als online training van €300. Ja, klopt. Sandra vraagt, wat is een leuke weggever? Kun je daar meer over vertellen? Ja, wat ik een weggever is iets wat op je website staat, wat mensen gratis kunnen aanvragen. En zorg ervoor dat het niet iets is wat nice to have is. Dat ze denken, oh ja, wel leuk. Zorg ervoor dat het iets is waarvan ze denken, bam, dat moet ik hebben. Dat ga ik nu als eerste ga ik dat downloaden. Ik ga nu mijn e-mailadres intypen en ik ga dat ding downloaden. Dat moet ik hebben. Op dit moment heb je bijvoorbeeld, natuurlijk is het een hele goede manier om nu mensen te helpen, is om iets te doen wat te maken heeft met deze crisis. Dus door gewoon het probleem te noemen waarvan je weet dat klanten daar nu mee worstelen en ze daarbij te helpen. Dus probeer bijvoorbeeld, kijk, het is niet toevallig. Dat wij een webinar geven waarin met als titel hoe behoud je coachees tijdens de crisis. Ik heb tijdens de toen de corona net uitbrak, heb ik een videoserie gemaakt op mijn kantoor door elke ochtend als ik aankwam op kantoor even met mijn telefoon een videootje op te nemen en die videoserie heette hoe je geld verdient in onzekere tijden. En dat waren 8 video's, die heb ik op mijn website gezet. Als je je e-mailadres invult, dus ik zal die nog wel even toesturen aan degene die dit bekijken. Er staat op mijn website staat een video, of een weggever die heet de onweerstaanbare online marketing formule. Monique heeft naar aanleiding van ons gesprek donderdag, heeft ze direct een weggever gemaakt. En die heet, even kijken, 12 uit je diptips voor coaches, toch Monique? Ja, zeker. Ja, kan je via mijn website ook. Ja, maar als ik zo naar je luister, het belangrijkste is, het moet iets zijn waar mensen ook echt iets aan hebben. Dus een weggever is niet iets van, oh leuk en huppakee de prullenbak in, maar de weggever moet verrassend zijn, pakkend zijn. Ik heb je naar je tips gekeken. En het moet, heet niet voor niks een weggever, dus mensen moeten ook iets krijgen van je. Het is een cadeautje, maar het is niet een... Het is niet zomaar een leuk cadeautje, het is een must-have. Ze denken van, fuck, dit moet ik nu hebben. Het is niet van, oh ja, leuk. Nee, oh, dit moet ik nu hebben. Dus het moet een must-have zijn. Houd dat in gedachten. Ja, dus het raakt iets van hun probleem. Oké, dat voor een goede weggever. Laatste vraag? Laatste vraag. Dan pak ik even een goede erbij. Er zijn heel veel goede vragen, dus we moeten er heel veel onbeantwoord laten, helaas. Ja, Simon zegt, mag ik bestaande klanten die niet op mijn mailinglijst staan, daar toch opzetten zonder opt-in? Ja, dat mag. Dat was het. Waarom? Omdat ze bestaande klanten zijn. Dus als zij al een betaalrelatie met jou hebben, dus ze hebben al een keer een factuur van jou betaald, dan mag je ze gewoon daarna blijven mailen. Als je ze maar altijd in de mail
een linkje hebt staan waardoor ze zich kunnen afmelden. Oké. Zo is de wet van de wetgeving en de regelgeving van de opta. Nou, ook eentje om in de gaten te houden. He, dus er zijn gewoon een aantal regels waar je aan moet voldoen. Dus niet zomaar als een blinde kip beginnen. En laat je helpen. Goed, heb jij nog een allerlaatste fantastische tip of boodschap die je deze mensen mee wil geven? Wat is er leuk om mee af te sluiten? Ja, het is een beetje een rabbit hole, dus ik zou hier veel meer over kunnen vertellen, maar ik zal het heel kort houden. Wat een hele belangrijke is als je jezelf wilt verkopen in welke markt dan ook, dus ook nu, is dat je ervoor zorgt dat jij wordt gezien als uniek in je markt. Dus dat je niet een van de velen bent, maar dat je de coach bent. Zorg ervoor dat je daarachter komt en zorg ervoor dat jij de ideale klant gaat bedienen. Dus ga niet iedereen coachen, maar ga eens na wie nou in de afgelopen jaren de meeste omzet bij jou hebben binnengebracht als coach. Dus kijk eens naar, bedenk eens wat jouw leukste en meest winstgevende, jouw meest lucratieve klanten zijn geweest, laten we zeggen in de afgelopen 3 jaar. Schrijf die namen eens op en maak eens een lijstje van dingen die mensen gemeen hebben. Kijk naar hun leeftijd, kijk waar ze wonen, kijk wat voor baan of functie of bedrijf ze hebben. Kijk wat voor gezinssituatie. Hebben ze kleine kinderen? Hebben ze pubers? Zijn de kinderen al het huis uit? Of zijn het juist millennials nog zonder kinderen? Ga eens zoeken naar de grootste gemene delen. Want dan wordt het ook opeens veel. Want eigenlijk ben jij er dus vooral voor die mensen. Dat zijn de mensen die de meeste omzet binnenbrengen. En als je meer omzet wilt maken, ga je dan ook focussen op dat bepaalde segment in je klant. En zorg ervoor dat je erachter komt wie dat zijn. Want dan ga je door je in je marketing te richten tot die mensen, tot dat type, ga je ook meer van dat type aantrekken. Super winstgevende techniek om toe te passen. Ik heb dit eigenlijk pas vorig jaar heel goed ben ik dit gaan toepassen. Heeft bij mij alles veranderd. Dus je zegt eigenlijk als je je klant heel goed kent, kan je heel gericht die verhalen delen waarvan je weet dat ze op zitten te wachten. En dan ga je zeker je business uitbreiden. Ja. Oké, mooi. Mijn tips voor alle coaches daar is, jongens, hou vol. Deze tijd gaat ook weer voorbij. En ik geloof er echt in dat dingen niet voor niks gebeuren. Dus je hebt nu iets te doen. Ga totaal zoeken waar je talent is. En ruim ondertussen je shit uit je verleden op. Want je klanten zitten op je te wachten. Dus aan de bak. Volgens mij kunnen we met z'n allen de wereld een klein stukje mooier maken. En een van de dingen waarmee we dat kunnen doen is online. Dus hoppakee, daar gaan we. Mooi. Nou, Arjan, dankjewel. Leuk om zo met jou digitaal kennis gemaakt te hebben. We hebben elkaar nog nooit live gezien. Dus wellicht dat dat in de toekomst nog eens gebeuren. Ik vond het ook heel leuk. Oké, mooi. Dankjewel. Het is misschien goed om nog eventjes te zeggen dat we de video van dit gesprek ook nog gaan mailen naar iedereen. En in die mail zitten ook nog een paar cadeautjes. Dus ik doe er zelf een cadeautje in. Dus de onweerstaanbare online marketingformule die je kunt aanvragen. En ook die videoserie hoe je geld verdient tijdens in onzekere tijden. Jij hebt volgens mij ook een cadeautje, een link naar jouw nieuwe weggever erin zitten, Monique. Ja, klopt. Ja, kijk, dit moet ik dus nog leren. Mensen, als jullie meer informatie willen over mij, je kan me vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn. En op mijn nieuwe website, het is nog maar 1 pagina, maar sinds de Pasen bestaat die, www.moniqueverhoeven.com. En daar kan je de uit je dip tips aanvragen. En die ga ik je dan mailen, want het systeem daarachter is nog niet helemaal live, maar dat komt volgende week. Dus het kan even duren voordat je hem hebt, maar je krijgt ze wel. Super. Mijn website is schrijvenvoorinternet.nl en je kunt je daar ook aanmelden voor die dagelijkse infotaining e-mails die ik naar mijn klanten stuur. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn wat er dan in die mails staat. Uitgeverij Boom en Coachlink die hebben ook een leuk aanbod voor jullie en dat zetten we ook in die mail. Dus er komt nog een leuke mail jullie kant op en dat zal ik denk morgen of zo worden. Ja. Dus heel erg bedankt Coachlink van Uitgeverij Boom dat wij dit gesprek met elkaar konden hebben en alle mensen die hebben gekeken. En ik wens je een heerlijke dag vandaag. Insgelijks Monique, dag allemaal. Dag.